De gemeente wil de groen in het wetter onder de boot graag verkeerpje onder wemboot-eigenaars. Ze willen de €225 de kante meter verhaal. Maar dat kan een pad van de wemboters net betalen. Omdat op de groen net bouwd worden mooi, kunnen ze er echt geen hypotheek van krijgen. Een andere optie is om hier te blijven, maar de hier gaat pot omheeg. Op het water betalen we iets van tussen de €400 en €700 per jaar. En wat moet dat worden? Nou, voor dit stukje hierachter, waar de woonboot is, alleen het water, dat is 345 vierkante meter. Neem ik de laagste prijs, €7, dan zit je op ongeveer €2500 wat je dan jaarlijks moet gaan betalen. En dat is buiten wat mensen nog moeten betalen, de hypotheek voor een ark en eventueel hypotheek voor een grond. Dus wij zijn echt bang dat een hele hoop mensen dat gewoon niet kunnen trekken en of de boel moeten verkopen. En dat vinden de eigenaars van de wemboten onredelijk. Daarom zullen ze een actie vieren bij de rietgeerkomsten. Het college van burgemeester en wethouder snapt dat de wemboot-eigenaars ervan schrikken. Maar nevens haar binnen de Joerdijske hierprijzen net meer van deze tijd. Het betekent dus dat we willen naar goede tarieven die marktconform zijn, of zo maar ze zeggen, in vergelijking met andere gemeenten. Daartoe worden wij eigenlijk ook wel gehouden, omdat in het kader van artikel 12, zoals u weet, wij onze opbrengsten moeten verhogen. Dus het is ook niet iets dat, dat wij zomaar even kunnen doen of laten, maar er wordt ook over onze schouder meegekeken of wij daar wel goed mee omgaan. En in dat kader willen wij dit dossier ook op orde brengen en een beetje in lijn brengen met wat in omringende gemeenten eigenlijk ook vrij normaal is. De wemboordbewenners willen wel meer betalen of de groen keerpje, maar binnen het net niet eens mooi bedrag dat de gemeente vreegt. Jong besluit de gemeente hier of de tarieven onpast worden maaien. Nou, als dat gebeurt, dan zijn de woonboters vogelvrij. Dan bepaalt het college zelf als een commerciële instantie wat de huurprijzen zijn nu en in de toekomst. En is er voor ons geen enkel beroep meer mogelijk.